Hartelijk welkom. Dit is het RTVA Weekjournaal van vrijdag 24 juli. We beginnen met nieuws over de overvallen die de afgelopen tijd in Amstelveen en omgeving hebben plaatsgevonden. Eind juni werden er al 2 mannen uit Amstelveen en Amsterdam en een vrouw uit Uithoorn aangehouden. Nu zijn er nog eens 2 extra mannen opgepakt. De 5, allen tussen de 19 en 22 jaar, worden verdacht van overvallen op een benzinestation in Amstelveen, een supermarkt in Uithoorn, een snackbar in Amstelveen, een woning in Aalsmeer en een poging tot een overval op een videotheek in Hoofddorp. Alle overvallen vonden plaats tussen half juni en half juli en werden steeds gepleegd door 2 personen tegelijk. En dan nieuws uit cultuurland. 12 september is het Amstelveense Stadsplein weer het domein van het Stadspleinfestival. Deze keer zonder Amstelveen culinair, maar daarom zeker niet minder leuk en lekker. We hebben natuurlijk afgelopen 2 jaar met culinair gedaan. Dat was op zichzelf ook heel erg prettig. We waren een beetje gewoon naar elkaar toegedrongen, zeg maar, door vergunning technisch. Maar je merkt toch dat het gewoon 2 hele verschillende publieksgroepen zijn. Waardoor cultuur en de waarde van cultuur zo af en toe het culinaire in de weg zat en omgekeerd. Dus daarom hebben we toch besloten om die 2 activiteiten gewoon weer te gaan scheiden. En dat geeft ons de mogelijkheid om weer in plaats van 1 podium wat we vorig jaar hadden, 2 grote podia weer op het plein te hebben. En een aantal pagodententen met activiteiten en natuurlijk een aantal podia binnen in de culturele centra. Ik denk dat we dit jaar een heel mooi topprogramma hebben. Met Baden, natuurlijk uit Haarlem. We hebben natuurlijk Jacqueline Govaert, ex-zangeres van Cresip. Die doet het nu heel erg goed. Zat ook in de jury van de Singer-Songwriters Contest. Handsome Poets, heel bekend van hun hit natuurlijk, Sky and Fire. Dat was toen de Nederlandse Olympische anthem, zeg maar, ja. Bij de Olympische Spelen in Londen 2012, volgens mij was dat, ja. En 's avonds hebben we een heel bijzonder programma van het Conservatorium van Amsterdam. Eigenlijk is het voor de eerste keer dat de pop, jazz en klassiek afdeling van het Conservatorium Amsterdam samen een grote uitvoering gaan geven. Met allerlei bewerkingen van nummers uit de 80's en de 90's. En ze nemen een aantal talentvolle bands die bekend zijn in het Conservatorium Amsterdam, Flow Patrol en Baden mee. Dus dat ziet er heel goed uit. En daarnaast hebben we nog in Silent Disco. Je kan ook de hele dag dansen. Dat is leuk voor de buren, want het geeft geen lawaai. We hebben in de pagode tent, in de Fata Morgana tent, dat is eigenlijk een beetje het thema. Daar zit de pop-up galerie van de kunstuitleen. En daar zijn allerlei workshops, zoals zentangel tekenen, creatief schrijven. Arabisch alfabet, die worden allemaal aangeboden door de Volksuniversiteit. Op het talentpodium hebben we natuurlijk het Harmonieorkest, Peewee's Problem, Big Band, Slagwerkgroep Bovenkerk. Dus daar zitten alle talentvolle groepen van Amstelveen. En binnen in de muziekschool het Amstelveen Symfonieorkest, het Pauluskoor, de concertina's. En in de Schouwburg is natuurlijk het grote paradijs voor kinderen op het Kunst & Kids festival. Goed, 1 reden om te komen op de 12e? Het wordt prachtig weer. Er zijn 4 podia. Er staat een topprogramma voor alle leeftijden. Ja, en ze vreten niet alleen de bomen kaal, maar je kunt er ook jeuk van krijgen en neusverkoudheid. De eikenprocessierups. Elk jaar maken ze de nesten in de eiken. En de brandhaartjes kunnen heel irritant worden voor voorbijgangers. De eikenprocessierups die heeft hele kleine brandhaartjes. Dat is een afweermechanisme. Ze zijn minuscuul klein en die kan hij afvuren, zeg maar. En, voor mensen is dat irritant, met name omdat ze in de poriën van hun huid kunnen gaan zitten en dan een langdurige jeuk kunnen veroorzaken. En ze kunnen ook ingeademd worden, waardoor je echt een soort neusverkoudheid krijgt. En dat is niet alleen voor mensen gevaarlijk, maar ook voor huisdieren. Honden kunnen gaan snuffelen aan de rupsen en dan kunnen ze een grote lading van die brandhaartjes in hun neus of in hun mond krijgen. We staan hier bij een eik. Een eik is vrij makkelijk te herkennen aan de vorm van het blad, zo'n gelopt blad. En de eikprocessierups is dan te herkennen als een bolvormig nest, vaak tegen een tak of tegen de stam aan. Wees bedacht als je in het groen loopt, wat voor soort boom zie ik? En dan zie ik zo'n raar spinselachtig nest tegen de stam of tegen de tak van een boom. Als u ook zo'n nest vindt aan een boom, meld dat aan de gemeente. In Amstelveen is dat bij de gemeente Amstelveen en in Amsterdam is dat ook bij de GGD.
En dat is zeker in deze periode nog. Het kan zijn dat er een boom is in een tuin waar de medewerkers weinig zicht op hebben. Ja, als die nog gesignaleerd wordt en verwijderd kan worden, dan is het mooi meegenomen. De meeste nesten zijn door de gemeente al opgeruimd. Als u toch nog een nest ziet, bel dan gewoon eventjes naar de gemeente en dan gaan zij erachteraan. Ziekenhuis Amsteland heeft dit jaar voor het zesde achtereenvolgende jaar het roze lintje voor goede borstkankerzorg ontvangen van de Borstkankervereniging Nederland, de BVN. Het ziekenhuis voldoet aan de criteria en behoort daarmee tot de 78 ziekenhuizen van de 89 in Nederland die het lintje hebben behaald. Dit geeft aan dat het ziekenhuis Amsteland zowel op basis van patiëntenervaringen als kwaliteit goede borstkankerzorg levert. Er komt een stevige uitdaging voor mensen met diabetes. Een wandeling door het Amsterdamse bos van 20 kilometer. En daar moet je goed voor trainen. Amstelandzorg gaat een diabetes challenge organiseren. Dat is voor diabetespatiënten gaan we een wandeltocht lopen op 14 november van 20 kilometer. Daarvoor gaan we in training met z'n allen vanaf 17 augustus. En we hopen genoeg deelnemers bij elkaar te krijgen om dat te regelen. Ik wandel mee om in ieder geval te kijken of ik mijn waardes stabiel kan krijgen en een groepje mensen om me heen kan krijgen, waardoor het wat makkelijker wordt om de uitdaging aan te gaan en daarna ook nog een stukje door te wandelen. Bewegen is voor iedereen belangrijk, maar met name diabetespatiënten. Die bloedsuiker moet stabiel blijven. Die schommelt nog wel eens, zeker na beweging. En we hopen dat met begeleiding zo goed mogelijk te regelen. U gaat straks 20 kilometer lopen. Kijkt u daar tegenop? Op dit moment kijk ik daar nog wel tegenop, ja. Ik vind het voor mijn gevoel nog heel ver. Ik loop nu een uur en dan ben je 5-6 kilometer heb je dan gelopen. En dan denk je van, ja, maar dan is, dat is pas een kwart. Dus ik ben vol vertrouwen dat ik het ga halen. Maar ik vind het nog wel een end. Ambities als acteur? U kunt misschien als figurant meedoen aan de theatervoorstellingen van Baantje Live. Dit kon al eerder in Amstelveen, maar nu ook in het Crown Theater in Aalsmeer. Wij gaan de voorstelling Baantje hier op woensdag 4 november in het Crown Theater krijgen. En het leuke van deze voorstelling, het is een compleet nieuwe voorstelling. Baantje heeft al eerder in het theater gestaan. Het is een compleet nieuwe voorstelling waarvoor wij in samenwerking met de producent van Lambaard Entertainment figuranten zoeken, 4 mannen, 4 vrouwen, die gaan meespelen hier in het Crown Theater op 4 november. Wij zoeken in ieder geval mensen vanaf 18 jaar. Mensen wel met enige toneelervaring. Maar dat kan natuurlijk amateur toneel zijn. Of misschien zelfs al via school of via clubs. En dan is het eigenlijk gemotiveerde mensen vanaf 18 jaar. 4 mannen, 4 vrouwen. Die zoeken wij. Je doet eigenlijk een soort open sollicitatie met een motivatie met jouw toneelervaring. En waarom jij mee wil spelen in voorstelling Baantje Live. Echt heel serieus, want je moet een pasfoto bij, je kledingmaat, je schoenmaat. Echt een serieuze auditie eigenlijk. En dan gaan wij, ik denk tweede week augustus, gaan wij in samenwerking met Van Lambaard, de gegadigden die hier in Aalsmeer gaan spelen, die gaan wij hopelijk verblijden met een bericht dat zij mee gaan spelen hier. U kunt meer informatie vinden op de websites van het Crown Theater Aalsmeer en Schouwburg Amstelveen. Ja, en dit was dan alweer het RTVA Weekjournaal van 24 juli. Volgende week zijn we er weer. Tot dan!